Yo, beschrijvers van het Vulvraag. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe update video. Druk met zo'n duimpje omhoog. We gaan voor de 24 likes. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet natuurlijk niet de supporter creator code in te vullen. Het hoeft niet per se ons te zijn. Het kan ook een andere supporter zijn. Iemand die je wil supporten. Maar sowieso vul hem in. I mean, why not? En je kunt natuurlijk onze code gebruiken. Te veel gevraagd zal wel heel erg gewaardeerd worden. Laten we deze video eventjes beginnen met de item shop van 24 januari. En dat is deze itemshop geworden. Holy damn, we zien de Red Knight weer een keertje terug. En de Overtaker, de Whiteout, de White Skull. Super tof natuurlijk, vooral de Red Knight eigenlijk. Bij de Daily natuurlijk de Star Power, die super grappig is. They love it up. Oh, die is zo lullig. Als je iemand killt en je hebt die emote, damn, dan zijn ze sowieso niet blij. Want eigenlijk lach je er gewoon om dat ze dood zijn gegaan. Dat is wel super grappig. En voor de rest in de Daily niet heel erg veel bijzonders. Maar de emotes zijn sowieso tof. En de Red Knight voornamelijk ook. En ja, je kunt dit natuurlijk halen met de supporter creator code. Te veel gevraagd. Maar ja, wil je ons niet supporten? Zorg er dan in ieder geval voor dat je wel die code invult. Dat je iemand anders support. Dat je sowieso iemand support. Want anders is het gewoon zonde als je niemand invult. En voordat we iemand een shout-out geven en hem de freeze bundle geven, wil ik eventjes overgaan naar het eerste topic. En dit gaat namelijk over de item shop. Namelijk, gisteren had Fortnite nou ongeveer 3 uur... voordat de itemshop eigenlijk erin kwam, hebben ze al gezegd wat in de itemshop terecht kwam. Dit is de tweede dag op rij dat Fortnite gewoon zelf aan het leaken is. Dus het is best wel slecht. Ik denk dat dat vandaag misschien wel weer gaat gebeuren. Dus houd Twitter in de gaten. Volg Fortnite Game, want dat is de officiële Twitter van Fortnite. En zij tweeten dus gewoon 3 uur van tevoren al gewoon per ongeluk wat er in de itemshop terecht komt. Het zijn echt soms... Soms snap ik Fortnite niet helemaal. Goed jongens, gaan we nu over wel naar de shoutout en de winnaar van de freeze bundle. En dat is geworden Max. Hij zegt namelijk, doe ik mee aan de giveaway. Echt toffe YouTubers. Hij heeft hele dikke items gehaald, zie ik al. Ik zie bijvoorbeeld de Dab, de Electro Shuffle, holy damn. En ja, wat ik net al zei, je hebt dus de freeze bundle gewonnen. Gefeliciteerd. Ik zal eens deze dagen contact met je opleggen. Gaan we nu echt over naar het eerste topic. Of nou ja, nu eigenlijk het tweede topic. En dit is een best wel big thing. Zoals jullie weten staat er, wanneer jij een game mode wilt joinen, heel vaak join as player. En heel veel mensen hebben dit ook naar mij gestuurd van, is er een glitch, is er een bug? Nou, het heeft waarschijnlijk te maken met een soort van spectator mode die er binnenkort gaat aankomen. Alleen de spectator mode moet nog wel eventjes getest worden. En die worden getest door hele grote content creators, voornamelijk internationaal. Volgens mij is niemand in Nederland geïnvite, want er is namelijk een e-mail uitgegaan dat sommige creators dus naar Los Angeles mochten komen om daar de spectator mode samen met Epic Games te testen. En dat is natuurlijk super tof en dat gaat volgende maand in februari gebeuren. Begin februari gaan ze dit dus testen. Het is ongeveer een week lang testen. En wat krijgen de creators die naar naartoe gaan? Nou, ze krijgen sowieso gratis eten. Dat is natuurlijk super chill. En ze krijgen ook nog eens V-Bucks. Dus het is sowieso chill als je daarheen kan gaan als creator. Maar hoe die spectator mode precies gaat zijn, dat weet ik niet precies. Het is een beetje apart. Ik hoop dat we binnenkort deze spectator mode kunnen gebruiken wanneer er bijvoorbeeld een live event is. Dat zou zoveel chiller zijn dan hopen niet doodgeschoten te worden. Ik bedoel, bij het vorige live event, bij de IJsstorm, hadden wij namelijk een stream sniper. Dat is ook confirmed. Hij wou ons namelijk per se killen. En dat is hem ook aardig gelukt. Hij had volgens mij Skyrider gekillt en mij bijna. Ik had hem net op tijd kunnen killen. Maar ik hoop dat door deze spectator mode dat allemaal voorkomen gaat worden. Dus ik hoop dat deze feature er heel erg snel in komt. Maar ja, het moet eerst getest worden dus door die creators. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Goed jongens, gaan we door naar het volgende topic. En dit is een glitch die er al zo erg lang in zit, hè. Ik hoop dat Epic Games deze video ziet en ook deze glitch ziet. Want hier op dit plaatje zie je timeplate en dan zie je altijd een paar uur of een paar minuten. In ieder geval, het klopt niet. En het heeft ook nooit geklopt. Dit zit er al meer dan een jaar in, deze glitch. Of in ieder geval een jaar. En ik hoop dat ze dit een keertje gaan fixen. Ik bedoel, ik ben wel heel erg benieuwd hoe lang ik Fortnite in totaal heb gespeeld. Ik denk dat het ondertussen best wel wat uurtjes zijn. Maar ja, ik kan dus helemaal niks zien. En dat is best wel irritant. En ja, ik weet zeker dat Fortnite dit allemaal heel erg nauwkeurig bijhoudt. Dus ze kunnen dit sowieso erin doen. Maar het is er waarschijnlijk nog nooit opgevallen. Gaan we door naar het volgende topic. En dit is ook weer een soort
soort van glitch. En dit is toch wel eventjes een net wat grotere glitch. Namelijk, Dr. Lupo heeft getest of hogere framerate jou helpt bij het schieten. Dus dat je als je een hogere framerate hebt, dat je dan beter kan schieten, ja of nee. Hij heeft dit getest met 300 frames per seconde en met 30 frames per seconde. En wat blijkt, het helpt als jij een hogere framerate hebt. Want je schiet letterlijk sneller wanneer jij een hogere framerate hebt. En dat is natuurlijk heel erg lullig voor de mensen die met 30 fps spelen. Die dus een niet heel goede computer hebben of op de console spelen. Dit moet heel erg snel gefixt worden, want het is echt een best wel grote glitch. Fortnite heeft er ook op gereageerd. Hey Lupo, thanks for bringing this to our attention. We are aware of this issue and are investigating a fix for it. Dus ze gaan het proberen te fixen. En ik hoop dat ze dat in de 7.3 update die volgende week gaat droppen, dat ze dat erin gaan doen. Dan over naar het volgende topic. En dit lijkt op een concept, maar niet helemaal. Het gaat ook deels over de 7.3 update. Namelijk, iemand heeft dit concept op het internet gezet. Namelijk de campfire buff. After health hits 100, if it's still lit, then it goes towards shield rather than waste. Dus wat hij hiermee bedoelt is dat hij ook shield kan genereren. Nou, dit is natuurlijk een beetje te OP. Niemand wilde het eigenlijk. Het is ook niet heel erg vaak geüpvoten op Reddit. Maar een Epic employee, een Epic medewerker, heeft hierop gereageerd. Namelijk de volgende berichten. Thanks for the idea. We are deploying a change soon that will extend the campfire gameplay further by allowing players to interact with the existing campfires found throughout the environment. Interact with the wood pile in order to light the fire. From that point on, it behaves just like a cozy campfire, healing nearby players and burning out after 25 seconds. Daarnaast zegt hij ook, yes, there will be some more added to the environment. En daarnaast zegt hij, als laatste, just like the cozy campfire, there's no relighting of an environmental campfire. We've added some new art for the campfires that should clearly indicate when a fire is unused and when it has already been consumed. Oké, dit is een best wel lang verhaaltje, maar waar het basically op neerkomt, de campfires die je kan vinden door de hele map heen, die kun je straks aan en uit doen. En het wordt ook best wel duidelijk laten zien aan jou of deze al gebruikt zijn, ja of nee. Worden er nog meer toegevoegd aan de map en het zal geen shield generator, dus enkel en alleen health. Gewoon hoe een normale campfire eigenlijk gewoon werkt. Ik denk dat dit een hele goede toevoeging is, want ik loop wel eens langs die campfires en denk van, ja, waarom doen ze dit niet? Ik bedoel, dat zou wel best wel een nice idee zijn. Maar nu gaan ze dat waarschijnlijk erin doen en ik hoop in de 7.3 update. Ik hoop dat die echt huge gaat worden met onder andere dit dus. Dan gaan we eventjes over naar het volgende topic. Eventjes een update status geven over de Polar Peak Dungeon. Want hoe ver is het smelten nu gaande? Nou, ik heb een niet helemaal up-to-date filmpje, maar van zo'n 1 à 2 dagen geleden. Maar het is duidelijk te zien dat het nu heel erg hard gaat. Zoals jullie nu zien, 17 januari. Maar als je gaat kijken naar de 22e, ja, dan zie je echt een mega verschil. Het is echt heel erg hard aan het gaan. En dat heeft natuurlijk ook zijn reden. Want zeer binnenkort kun je al de skin unlocken met de Week Challenge. Dus het moet ook wel hard gaan smelten. Anders dan zit hij nog steeds vast terwijl je hem wel kan unlocken. En dat zal een beetje vaag zijn. Dus waarschijnlijk deze skin die in het ijs zit, die kun je straks unlocken door middel van de week challenges te doen. En ja, hiervoor heb je wel de Battle Pass nodig, jammer genoeg. Dan gaan we over naar het laatste topic. En hier wil ik het niet zo heel erg lang over hebben. Aangezien dit weer twee mensen zijn die Fortnite hebben aangeklaagd. Het is namelijk Blockboy JB. Die heeft Epic Games gesued voor het gebruiken van de hype emote. Oké, dus blijkbaar is het zijn emote. En we hebben de Orange Shirt Kid, die ook Epic Games heeft gesued over het dansje de Orange Justice Dance. Dus dan weet je dat ook. Het is weer gaande. Waarschijnlijk heeft het geen zin, want de dansjes blijven toch wel in de game. Dus ik denk dat het suen helemaal geen zin heeft. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Laat ze lekker hun ding doen. Maar meestal wanneer ik dit nieuws hoor, dan denk ik weer van, oh god, gaan we weer. Iedereen moet Fortnite
aan het aanklagen voor geld. Mensen, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie het super tof vonden. Laat sowieso eventjes een duimpje omhoog achter. Zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet natuurlijk niet in de itemshop een supporter creator code te gebruiken. Hoeft niet per se die van ons te zijn, maar gebruik hem in ieder geval. Anders is het gewoon zonde. Onze code is te veel gevraagd, zal wel heel erg gewaardeerd worden. En wanneer je onze code gebruikt en je koopt iets in de itemshop, stuur eventjes een fotootje naar onze Instagram of Twitter. En wie weet win je bijvoorbeeld de freeze bundle of binnenkort bij de mega giveaway. Voor je een Xbox, een PlayStation, een Switch, noem maar op. Mensen, geniet nog eventjes van de video's hier in beeld. Peace out.